Nou, hey, welkom weer bij een aflevering Vissen met Fons. Vandaag ben ik niet helemaal Fons, ik ben Vispiet. Jullie kunnen het zien, ik heb een veren met muts gedaan. ik ben mijn zwarte pietenmuts vergeten, jongens, maar dat mag niet baten, want ik heb wel mijn tas meegenomen met goodies. Want dan gaan we daar proberen om een karper te vangen op een kruidnoot. Echt bizar. Kijken of dat gaat lukken. Sinterklaas specialtje. En ja, ik heb natuurlijk niet alleen maar dat bij me. Ik ga het even gelijk laten zien. Ik heb natuurlijk elektrische chocolade Sinterklaas bij me. En ik heb natuurlijk de P van Pissen met Pons. Ja, ik kon geen F vinden. Het is wel een beetje geïmproviseerd. Jongens, ik hoop zo toch een karpje erop te pakken. Ik ga jullie alles laten zien. Heel bizar. Ik hoop dat op kruidnoot. Het zou toch moeten lukken, joh. Het is zoet. Het is. Ik ben alleen bang dat het heel snel van mijn haak afvalt. Dus ja, ik hoop dat er nog een visje op afkomt. Hey, ik zie jullie zo. Hopen met de vis dan. Dit zal het moeten gaan doen, jongens. Twee tijgernootjes. Oh, twee tijgernootjes, over mij nou. Karpentermen. Twee kruidnootjes. En ja, we gaan het gewoon eens even proberen. Ik hoop dat er een visje zoiets lust. Het ziet er toch wel echt karpie uit, vind ik. Check dat dan. Laat even proberen. Wil bier. Hebben we op? Yo! Nou, Sinterklaas, hebben we al wat? Nee, we hebben nog helemaal niks. Dus het is, je hoort wel heel de tijd continu piepjes op de achtergrond, maar het waait als een malle. En meneer Sinterklaas vindt het ook maar hard waaien, hè? Ja, maar normaal als ik op de dak gehad, is het veel harder aan het waaien. Ik weet niet waarom hij zo'n stemmetje heeft, maar Sinterklaas is een beetje dronken volgens mij. Hey, jongens, hopelijk zijn we nog met de vis in de hand, maar anders ga ik deze eens even soldaat maken. Deze vispiet vangt geen vis. Ik weet niet wat het is, jongens. Ik had er net één klein soort van runnetje op pakketje. Op die gekke kruidnoot. Maar ja, we zijn heel snel weer gedaan. Ik pakte de engel op. Ik kreeg echt een soort van run. En ja, gewoon los. Super zonde. Ik ben er een beetje van me apropos van. Ik zit niet meer in de Sinterklaas spirit zo, jongens. Hey, maar ik moet even mijn bril af trouwens. Ik zit hier heel met mijn bril. Ik heb hem maar een bril nodig. Hey, het is niet echt een vetpot vandaag, maar het werkt dus wel. Ik heb dus echt een aanbeet gehad op die kruidnoot. Hey, we gaan nog even een uurtje nog volhouden. En hopelijk komt er dan toch een Sint-karper eruit. Maar ik zeg al, misschien moet ik gaan zingen. Misschien moet ik gewoon even een Sinterklaas liedje zingen. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Nou, jullie kennen de rest wel, want ik kan echt niet zingen. Hey, ik zie jullie hopelijk zo met een vis in de hand. Later! Hij hangt, jongens, op die kruidnoot.
Moet je kijken wat hij allemaal uitscheidt, jongens. Zit dik op het voer, hoor. Mijn kruidnoten. Nou, Sinterklaas. Wat hebben we gevangen? Ik denk dat we een karpetje hebben gevangen. Wat is hier? Oh, je bent een steenkoutje. Haha. Mooi toch, jongens. Het vondeltje begint iets meer op te komen. Iets warmer voor de vissen. Ja, een volle fluiter. De echte Sint-karp is er. Dankjewel Sinterklaasje voor dit cadeautje. Ja, mooi toch. Genieten. Ik heb mijn vin nog op mijn mut. Ja. Hij is niet groot. Ik heb wel voor moeten strijden vandaag. Steeds verversen, want die kruidnoten die vergaan altijd. Dan kan je denk ik nog geen 5 minuten ophouden, 10 minuten. Nieuw inrooien. Weer 10 minuten later weer binnen draaien. Weer opnieuw inrooien. Maar het loont. Wacht het toch. Ja, daar ben ik blij mee. Nou, ik kreeg nog een runnetje, iets meer een terugzakker. Ik weet niet of ik al laten zien in één arm. Maar het is echt een heel klein karpetje. Ik denk dat een heel klein stukje kruidnoot op de herhaald. Ik heb hem op. En we gaan hem gelijk weer lekker terugzetten. We gaan ook gelijk lekker de hengels een beetje binnen draaien. Het is ook wel weer gedaan voor vandaag. Yo, hey, de vispiet hier eventjes. We gaan het lekker voor gezien houden vandaag. Lekker 2 uurtjes gezeten. Hengeltjes zijn weer in de tas en we gaan weer richting huis. Ze lusten die kruidnootjes dus wel hier. En we zien jullie zo weer nog eventjes in het schuurtje. Hey, ik zie jullie zo lekker bij het schuurtje. Later! Yo! Nou jongens, dit was dus de mut die ik eigenlijk mee zou nemen op de sessie. Ik zal even mijn hoofd heel leuk zo heel dat inediten zo. Zo, dan hebben we daar tenminste wat thumbnails voor en weet ik wel wat je dat noemt. Memes. Maar dat was een leuke sessie. We hebben echt lekker gevangen. Ja, je zag het jongens, die kruidnoten, die werkte dus gewoon. Het enige nadeel is dat ze echt heel snel oplossen. Dus echt, je doet ze op je her. En ik denk 5 à 10 minuten later moet je toch wel weer gaan checken of er nog wat aan zit. En nu de watertemperatuur wat kouder is, merk je wel dat het wat langzamer gaat. Maar toch, ik zou niet standaard als karp aas gebruiken. Maar het is wel gelukt, dus dat is mega dik. Hey, onze geluk Sinterklaas was er natuurlijk bij. Hey, vond je het ook leuk? Ja, voor mij vond je het ook wel leuk, hè? Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Maar weet je wat we dan doen bij zo'n geluk Sinterklaas? Ik maak hem even open. En dan bijt je zo. Mijn kop eraf. Hey jongens, fijne Sinterklaas. Like, share. En abonneer, zoals altijd, voor meer. En ik zie jullie bij het volgende visavontuur. Hey, ben jullie. Later.